De provincie Noord-Brabant biedt via de Brabantse Museumstichting scholen de mogelijkheid in de maand oktober gratis een museum te bezoeken. Basisschool De Tourmalijn uit Hees maakte van deze aanbieding gebruik en bezocht met bijna 100 kinderen het Museum voor Vlakglas en Emaillekunst in Ravenstein. En daar kun je zien hoe Peter eruit ziet. Peter. Zie je dat? Dat raam daar, dat is Peter, dat is een zelfportret. Peter, die zegt, glas en lood zijn even belangrijk in een raam. Want we kennen glas en lood, jullie zeiden al, jullie zijn wel eens in de kerk geweest. En dat heb je ook gezien, net zijn echte kerkramen. Dat zie je dus, die glas en lood ramen. Dit is ook wel een glas en lood. Alleen is het ene kant van het jasje is helemaal uit lood. En wat zie je daar in het lood? Je hoeft niet te wijzen, want je kunt het ook zo zien. Wat zie je daar in het lood? Je ziet, ja, dat is daar, maar daar dat lood. Dat lood is de rechterkant. Ik zie daar een fietsreflector bijvoorbeeld. Je ziet een stukje mobiel. En wat zie je nog meer? Een creditcard. Ja, creditcard. En een pen. En een reflector. Ja, en de reflector. En een zonnetje. Die meneer, Peter, die woont in Amsterdam en hij vindt daar wel eens dingen op straat. En dat neemt hij mee. Hij denkt, dat kan ik gebruiken als ik eens een keer tijd heb om zomaar zijn werk te maken. He, mijn eigen werk, wat ik zelf het leukste vind. En dan verwerk ik dat daarin en dan zie je dat. Want je ziet ook daar die cola blikjes. Hier de sleutel. De sleutel, ja. Zie je die cola blikjes daar bij dat glas? Heeft hij plat gemaakt en ook in het raam gezet. Dus dit is eigenlijk een zwerversjasje. Of een jasje van de kunstenaar. Ja, een zie je daar dat plaatje daarboven? Ja, 2002 heeft hij het gemaakt. Zie je dat plaatje daar waar zo'n jongetje zit? Ja. Nou, je hebt vast wel zulke soort raampjes gezien voor een raam ergens hangen. Ja. Nou, de vader van Peter was ook glaskunstenaar. En die maakte zulke raampjes. Dus Peter, die heeft veel van die dingen van zijn vader, want zijn vader is nu overleden. Heeft hij veel dingen, heeft hij nog in zijn atelier liggen. En die verwerkt hij ook. Zie je dat? Daar, bovenin. Ja. Is jullie iets opgevallen? Ja. Ja. Je ziet wel dat het ook weer smalt is en het glimt ook mooi. Nou, dat heb jij fantastisch gezien. Het is glad en het glimt. Oeh, en het is een beetje van ijzer of zo. En er zit ijzer, kan erbij zijn, ja. Ik vind het knap dat het zelf gemaakt is. Ik vind het knap dat het zelf gemaakt is. Maar er is nog één woordje wat ik graag zou willen horen. Als je daar naartoe kijkt, wat zeg je dan? Wauw, wat een mooie... Schilderij, maar wat een mooi kunstwerk. Kleur. Valt jullie dat nou niet op? En die kleur komt extra mooi uit, omdat het gesmolten glas is. Het blinkt zoals zij. En het heeft een hele mooie glans. Weten jullie wat dat voor zou kunnen stellen? Kunnen jullie dat bedenken? Woestijn. Nou, je bent gelijk de eerste die het goed zegt. Anderen zeiden het is een zee. Toen zei ik, nou ja, dat heb je ook heel goed gezien. Want het is een woestijn is eigenlijk een zee van zand. En dat heeft die meneer dus door de kleur uit willen beelden. Hele intens warme kleuren. Rood-oranje is een hele warme kleur. Mensen, waarom dragen mensen sieraden, denk je? Wie heeft nog niks gezegd, hè? Omdat ze ze mooi vinden. Omdat ze ze mooi... Vinden ze de sieraden mooi? En wat vinden ze ook leuk, denk ik? Dat het hip is. Dat het hip is. En wat nog meer? De kleuren. Maar ze willen heel erg zelf... Mooi zijn. Mooi zijn. Jij hebt het helemaal goed. Ze willen mooi chic. Zijn. Chic. En deze, hier kun je heel goed namelijk zien dat het plaatjes zijn. Zie je? En die hebben ze geëmailleerd. En die hebben ze aan twee kantjes geëmailleerd. En... Je hebt dus metaal, had ik gezegd, hè, van je hebt brons, je hebt ijzer, maar je hebt koper. En daar kunnen ze heel mooi op emailleren. Maar zilver is natuurlijk nog mooier. En voor sieraden gebruiken ze dan dikwijls zilver. En dat is hier ook gebeurd. Ook, soms kun je zelfs door het emaille kijken. Dan zijn jullie dus niet zo groot. Maar die, bij deze hartjes, kun je het zien? Ja. Dat noemen ze venster email. Dat is helemaal doorzichtig. Mooi. Vind je die mooi? Ja, ook heel mooi. Ik heb hier een voorbeeld van een glas en lood paneeltje. En glas en lood is eigenlijk schilderen met gekleurd glas. We maken dus een tekening, eerst door middel van
een vulstift worden de lijnen en eventueel de figuren getekend. En deze vulstift, dat zijn eigenlijk de lijnen die straks gevormd worden met de loodstrip. En lood, dat is eigenlijk een soort H-profiel, waarbij hier in het midden een stukje lood zit. En aan weerszijden kun je dan het lood, het glas insteken, zodat je op deze manier het glas dus aan elkaar wordt vastgezet. De kleuren die kunnen we bepalen door allerlei soorten glas wat dus in de handel is. In diverse kleuren en met verschillende motieven daarin. En je kunt het glas ook nog beschilderen met grasverf. Zodat je dus op het glas nog weer andere figuren kunt aanbrengen. En dat glasverf, dat is een gemalen glas, dat als poeder. Dat wordt gemengd met een Arabische gom. Waardoor je dus een soort schilderpasta krijgt. En die wordt met een heel dun kwastje op het glas aangebracht. En daarna, als het gedroogd is, wordt het in de oven op ongeveer 650 graden verwarmd. En dan wordt het dus een geheel met het glas. En ik heb hier een stukje glas. Hier heb ik een stukje glas waarbij het dus geverfd is. En dan kun je nog voelen dat de verf nog erop zit. En bij deze is hij ingebrand. En is het een geheel geworden met het glas. Kijk maar eens eventjes. Wanneer de tekening gemaakt is, dan worden dus van de verschillende stukken mallen geknipt. En die mallen knippen, dat doen we met een schabloonschaar. En met die schabloonschaar knip je de breedte van het loodprofiel wat hier tussen zit, dat knip je al ertussen uit. Want anders zou je paneel steeds groter gaan worden als we dat niet gaan doen. Dus we knippen eigenlijk met de schaar. Hier knippen we een heel dun strookje ertussen uit. En als dan die mal klaar is en ik heb hem gesneden, dan past die precies in dit stukje glas, waarbij dus die breedte van het profiel aan een mindering is gebracht. Zo, kijk, dan kun je hier heb je een stukje papier wat je ertussen uit knipt. En dan kun je het stukjes zo knippen. Goed, ik heb hier een klein vogeltje. Je kunt die koperplaatjes, die kun je gewoon kopen. Ik heb daar een klein vogeltje. En dan gaan we jullie dat vogeltje emailleren. Wat voor kleur zullen we hem geven? We gaan dus meerdere kleurtjes over elkaar heen zetten. Dus het is niet één kleurtje dadelijk. We gaan eerst een onderlaag geven. En dan gaan we die dadelijk veranderen. Wat voor kleurtje wil je dat vogeltje geven? Groen. Hè? Zei je groen? Nou, dan kom maar even staan. En dan krijg je dat zeefje. Dan ga je dus wat van dat poeder in het zeefje strooien. Eerst gooi je het op boven het papiertje, gooi je daar wat poeder in. Noem maar nog meer. Valt er wel uit, maar dat vang ik dadelijk wel weer op. Valt het er allemaal door? Noem maar meer. Wacht maar, nee, dan moet je niet met de zeefje schudden, want als jij met de zeefje schudt, dan gooi je dat er weer uit. Ja, nou hou je dat zeefje boven het vogeltje en tikt met de vinger van je andere hand tegen het zeefje aan. En dan kijk je heel goed dat het hele vogeltje dadelijk dus groen is. Ook de randjes en ook zijn staartje. Ja, nou de staartje, de snaveltje nog, pootje. Goed, nou leg je dat zeefje maar weer even op het papier. En de buurvrouw, jij mag, tril jij niet erg veel? Nou, dan mag je heel voorzichtig met dat spateltje onder het vogeltje schuiven en het vogeltje optillen. Heel voorzichtig, dat het er niet afvalt. En als het afvalt, dan ben je dadelijk alles kwijt. Nou loop je hier naartoe en dan leg je het even hier op dat dreefje. Heel voorzichtig leg je het daar op. Zo schuif je het. En dan schuif je hem er heel voorzichtig, schuif je hem eraf. Ja? Ben je rechts of links? Aan je rechterhand. En met deze spatel ga je nu dadelijk hieronder
Dan til je dat hele roostertje op. Dan maak ik het oventje open en jij schuift hem in de oven. Durf je dat? Ja. Ja? Vooruit, dan doen we het. Til hem maar op. Til maar op. Daar gaat hij. Schuif het er maar in. Deze oven is meer dan 800 graden. Dat wil zeggen, dus meer dan 8 keer kokend water. En aan kokend water kun je al heel goed branden. En dus hieraan ook. Als je hand drinkt, is heel je hand erop. Dan is je hele hand is helemaal vol met blaren. En als ik deze handschoen er te lang in hou, dan vliegt hij in de fik. Zo heet dus dat. Ja? Ik kan nu kijken of mijn korreltjes al gesmolten zijn. En dan maak je dat opentje open. Zijn die korreltjes gesmolten? Nee. Nee, dan gaat hij dus weer dicht. En dan kijken we dus even. Ongeveer 2 minuten duurt het. En dan kun je het er weer uithalen. Jij mag hem er dadelijk uithalen. Durf je dat? Goed zo. Handschoen aan. Aan de hand waar je mee schrijft. Ja, haal hem er maar uit. Dan leg je hem dus op de plaat. Zie je nu dat het geen korreltjes meer zijn? En deze leg je ook even hier neer. Het is dus echt rood gloeiend.